Hans Harte bij onze tafel geschoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je werkt in een fabriek en je maakt niks. Dat vind ik toch heel apart. Nee. We laten het alleen gebruiken in de fabriek. De spellenfabriek gaat vandaag open om 6:00 vanavond. Dranghekken besteld. Nou, ik denk niet dat het zo spaak zal lopen, maar... Leg uit, spellenfabriek. Wat is het en waar zitten jullie? We zitten op de Oranjestraat naast Domino's. We gaan mensen samenbrengen door middel van spellen en games. Ja. Dat is heel variërend van boordspel tot flipperkast. En van, noem het maar op, van retro gamen tot aan geocaching. En dat is weer buiten. Oké, geocaching? Ja, geocaching, dat bestaat sinds 2000. Dat is heel leuk. Dat is echt daadwerkelijk schatten zoeken door middel van GPS en clues. Maar die schatten ga jij eerst verstoppen dan? Nee, die zijn al die zijn door Jan en Alleman allemaal verstopt overal, over heel de wereld. En die ken je bijvoorbeeld in Schiedam, legt bijvoorbeeld een bruggenroute. Op elke brug legt zo'n schat verborgen. En die ken je dan aan de hand van de GPS en clues kun je die vinden. Nee. En dan kun je een klein logboekje invullen en een goodie meenemen en dat soort dingen. Oké, ik wou zeggen, je moet de schat wel laten liggen. Ja, zeker wel. Maar daar houden we dan voor dat soort dingen houden we voor de mensen die dat heel leuk vinden, een bijeenkomst, zeg maar, een uurtje in de week. En ook workshops om die schatten zelf te kunnen maken, want dat is nogal een heel euvel. Is het dan zo, de gekke, ik kan naar jou toe komen en zeggen, joh, ik ga naar Limburg en ik wil dat GPS-ding gaan doen? Dat kan je allemaal zelf, allemaal via de website. Daar is een hele aparte website van, niet door ons, maar die bestaat al heel lang. En ja, dat is gratis. Wil je een professioneel doen, is dat €20 per jaar, geloof ik. En wij doen echt alleen maar van mensen die daar graag over praten of wat dan ook. Of gezamenlijk erop uit willen gaan daarmee. Ja. Dan houden we een bijeenkomst ervan. Lijkt me best leuk om te doen een keertje. Heel leuk, en zeker op vakantie. Want die dingen liggen vaak bij mensen die ze zelf geplaatst hebben. En als je ze dan gaat zoeken, dan komen ze vaak even naar buiten, even een praatje maken. Ja. En ja, het is wereldwijd. En ik denk dat je op plekken komt waar je anders niet zo gauw zal komen, omdat toch geleid wordt door... Ja. En vaak moet je ook attributen meenemen om zo'n ding te kunnen openen. De ene keer heb je een ladder nodig, de andere keer een magneetje of een batterijtje. Ja, ik ga niet door Zuid-Limburg lopen met een ladder op. Dat doe ik niet hoor. Maar goed, jullie hebben nog veel meer, want je bent bordspeler, dus ik kan komen mensen erger niet bij je. Ons pand bestaat uit twee delen. We hebben een gratis deel, dat is gewoon een vrije inloop. Daar staan bordspellen. Er kan gedart worden, er staan wat computergames waar gewoon gratis mee gespeeld kan worden. Daar houden we dan ook dadelijk in de avond wat workshops in de zin van het uitleg van het ouderlijk toezicht op het spelcomputer. Daar hebben veel mensen nog moeite mee om dat in te stellen. Iemand vond het leuk om een cursus te gaan geven hoe je een kubus in elkaar moet zetten, de oude Rubik's Cube. De oude Rubik's Cube. Ja, en die doet dat dan een uurtje in de week. Jeetje. En krijg ik hem misschien eindelijk een keer goed? Dan grote kans van. Ja. Ik ken al één vlak. Kijk. Dus zover ben ik al gekomen. Ja. Maar daar houden we, te creëren zich gaandeweg nog andere dingen die we daar gaan doen. Ja. Servicepunt vrijwilligers, die geeft ons wat cursussen en die nemen wat cursisten mee. En dan gaan we daar, dan maken we daar gebruik van de ruimte, zeg maar. En ja, wat ik zeg, gaandeweg creëren zich nog andere dingen. In de ochtend ligt het gratis deel ook wel een beetje meer de klemtoon op wat ouderen. De jeugd is op school. Ja. En dan doen we voor hun een bakje koffie. En we willen graag een groepje creëren om wat mensen, bijvoorbeeld bij Frankland op te halen, gewoon die slechte been zijn. Die dan even de uitje hebben en dan bij ons een boordspelletje kunnen spelen. Ja, of even flipperen. Ja, nou, dat is het arcade deel. Dat is niet gaaf. Ja, nee, daar doen we proberen we de boel mee te bekostigen. Dat varieert van €3,50 per uur tot zondags hebben we wat beetje familietariefje van €2,50. En maar dan mag je een uur lang flipperen. Ja. Op alle kasten. Ja, alles staat op gratis spelen. We hebben nu 20 flipperkasten staan. En we hebben zo'n, ik denk, 15 verschillende gameconsoles staan. Van de oude Atari Philips Videopack tot de PlayStation 3. De spellen die erin zitten zijn wel alle leeftijden.
We hebben het bijna 10.000 verschillende spellen, maar we kunnen ze niet gebruiken, want er komt jeugd. Okay. En sommige zeker de spellen van tegenwoordig, is toch wel wat hogere leeftijd. Dus daar zoeken we nog een oplossing voor, maar dat komt gaandeweg. Gewoon ouderwetse fruitkasten staan er? Nee, geen fruitkasten, geen gokkasten, dat niet. Wel een fotoplay en een arcadekast. Moeten we nog repareren. Dat is heel lastig. Doen jullie ook zo? Ja, wij hebben beneden een heel reparatiehoek met alle gereedschappen die we ervoor nodig hebben. Alleen gebrek aan mensen die dat graag willen doen en de know-how daarvan hebben, daar zijn we nog haastig naar op zoek. Dus als ik nou zeg van pak camera 3 en doe eens een oproep voor vrijwilligers, dan kan jij een mooi verhaal vertellen. Ja, we zoeken echt een elektrotechnicus die zijn weg weet met de flipperkasten, zeker. En dat is echt een vak apart. Ja. Daar zijn we echt haastig naar op zoek. Ja. Jullie hebben een paar keer proef gedraaid. En straks moet het echt gaan gebeuren, hè? Want je zit wel vrij rustig, maar eigenlijk zit je op hete kolen, want er moet nog heel veel gebeuren. Ja, zeker. Ik ben vandaag ook echt van hot naar her aan het vliegen en nog puntjes op de i te zetten. We zijn nog lang niet zover dat alles helemaal draait en dergelijke, maar gaandeweg komen we er wel. Ja. We gaan gewoon open, want mensen staan te wachten. We hebben al zoveel verzoeken voor groepen en dergelijke, we moeten gewoon open. Jij ziet er gewoon helemaal zonnig tegemoet, de toekomst. Ja, zeker wel, zeker wel. Wat zijn jullie openingstijden? Nu voorlopig, omdat we nog niet genoeg vrijwilligers hebben, kunnen we nog maar een beperkt aantal dagdelen open. Dat is voortaan de vrijdag en zaterdagavond van 6 tot 10. En dat is dan 3,50 voor het arcade deel per uur of een tientje voor 4 uur. En van maandag tot en met vrijdag de ochtenduren van 9 tot 1. Dat legt dan meer. En dan hebben we ook de inloop voor de vrijwilligers om zich eigen aan te melden. En de wat oudere groepen. En de zondagmiddag, een beetje meer familie georiënteerd. De zondagmiddag van 1 tot 5. En die tarieven die zijn per persoon, wat je zegt? Ja, per persoon. Niet per dat je met z'n zessen komt en voor 3,50 Het lijkt veel, maar maar ergens eens een potje flipperen waar ze op betaald staan. Dan ben je al snel 10, 15 euro kwijt voor nog geen eens een uur. Ligt eraan hoe handig je bent natuurlijk. Ja, dat wel, ja. Ik bedoel, als die bal erin, die komt er over de zo'n noodgang aanzeilen, dan ben je 4 keer klaar. Ja. Je had het over horeca, wat schenken jullie? We hebben tot nu toe alleen maar blikjes limonade, flesje water, pakjes fruitsap. Ja. Geen alcohol, geen energiedrank. Ben je dat wel van plan of zeg je van nou... Nee, misschien ooit eens in de toekomst. We gaan wel denk ik naar de alcoholvrij bier voor de vrijdag-zaterdagavond. Ja. Maar dat moeten we allemaal nog even langzaamaan bekijken. Okay. Dat voorlopig niet in ieder geval. Ik zou zeggen, goud timmeren en schaven en schuren en de laatste flipperkast opzetten. Ja. Bedankt dat je toch even langs wilde komen. Heel veel succes en ik kom een keer aan die flippertafel staan bij. Zeker te weten. Okay. We van harte welkom. Oké, dankjewel.